Ik ben David van Este. Ik ben 48 jaar. In de duivensport zit ik ongeveer 40 jaar. Ik ben Philippe van Este. Ik ben van het jaar 1952, dus 71 gepasseerd. Ik heb 2 dochters en 1 zoon en ondertussen 5 kleinkinderen. Ik ben Milan, ik ben 18 jaar. Ik ga nog naar school. In mijn vrije tijd voetbal ik en kom ik heel graag naar hier. Mijn grootvader speelde samen met mijn pa ook met de duiven. En toen ik 8 jaar was, ging ik voor de eerste keer mee gaan kijken, ook naar een thuiskomst. En ik vond dat wel fascinerend. En zo stilletjes aan daarin gerold. Dus mijn grootvader is dan overleden in 88. Dan zijn we hier thuis in Moorsele opnieuw begonnen in het jaar 91. En dan hadden we eigenlijk direct de superduif. Dus de trein was eigenlijk al direct vertrokken. We hadden het geluk van zo'n duif te hebben. En die gaf dat ook nog kwik. Een jaar of 4 later heb ik in contact gekomen met toen een van de beste liefhebbers van West-Vlaanderen. Dat was Anto Reinaert. En daar zijn we eigenlijk aan onze goede duiven geraakt. De basis van toen is nog altijd hetgeen waar we nu mee verder spelen. Ik ging de zondag naar de duim gaan kijken en als David zijn eerste communie gedaan heeft, vroeg hij om mee te gaan. En ik zag dat hij daar echt geïnteresseerd in was. Want hij stond zelfs vroeg op. Dat was de arras dat we spelen. We spelen dan wel nog redelijk de snelheid. Dat was is om 7:30 los. Dus we moesten zien dat we daar tegen 8 uur waren niet alleen. Mijn vader was daar fier op, he. dat een mok die duim zo graag zag. Hij kreeg een kotje van mijn vader en je is zelf nog zelfstandig alleen gespeeld op dat kotje. Natuurlijk onder onze naam. Oh, ja. Dat zat er ook zo diep in. Al. In de beginjaren was dat de snelheid dat we vooral prefereerden, omdat we weinig tijd hadden met onze beroepsomstandigheden. En de laatste jaren is dat volledig overschakeld naar zware halve font en font. De snelheid is een beetje achterwege gebleven. Als je fontduiven eigenlijk aankoopt, dan kan je daar nog moeilijk prestaties mee behalen op de snelheid. En daardoor is ons hoofddoel eigenlijk zware halve font en font gekomen. In de week, mijn pa neemt het meeste werk op zich tijdens de dag, samen met mijn ma. Mijn ma helpt dan de hokken reinigen en doet hetgeen dat mijn pa vraagt. En als ik s'avonds thuis kom van mijn werk, dan help ik zoveel mogelijk. En doe ik ook mijn eigen weduwnaarshok die ik heb. En help ik ook een beetje met de vennenhok nog s'avonds. Een beetje de taal verdelen, dat is het voornaamste. Dit is het hok waar ik de beslissingen neem, waar mijn pa 's morgens de duiven doet en waar ik ze s'avonds na mijn werk doe. Dat zijn hier weduwnaars, dus die op klassiek weduwschap worden gespeeld. Dus de devin is een blijft thuis, is een vaste partner en bij thuiskomst krijgen ze 1 uur of 2 hun devin te zien. In het begin vertrekken ze zonder devin, op het laatste krijgen ze hun devin te zien. Hoe later op het jaar, hoe langer ze samen blijven. Dat is een beetje het systeem dat wij hier spelen met de duivers. Dus deze worden in het begin op de snelheid gespeeld. En vanaf eind mei vliegen die de zware halve font en de font vliegen. Deze hokken staan allemaal noordgericht. Dat wil zeggen dat wij in het voorjaar, in het kille voorjaar, zeker geen vormen krijgen. Op deze hokken moeten wij altijd geduld hebben tot juni, juli. Tegen dat we de vorm hebben en dat zie je ook, onze betere resultaten zijn altijd in juni en juli op deze hokken. Het is hier nu bijvoorbeeld, het is 28 graden buiten, ja, het is hier iets killer. Dus wij hebben echt geduld, wij moeten geduld hebben tot de warmere temperaturen komen voor we de vormen kunnen krijgen.
ik zeg altijd dat is een hele schone sport. Maar ik zeg, maar je vrouw moet er wel voor zijn. Hè? Anders als je dan een vrouw hebt die daar alle week staat te springen van een weg te gaan, ja, dat is heel moeilijk. En daar heb ik wel veel chance. Mijn vrouw heeft nog nooit een keer gezegd, moet niet spelen, maar ga ik een weg. Nee, dat is nog nooit gebeurd. Ze is zelf een liefhebber, ondanks ook trouwde dat ze nog nooit een duif in haar huis gezien heeft. Goh, ze komt niet vanuit een duivenfamilie. Maar ze zeiden er wel, ja, heel goed. En nu is zodanig haar, dat is een beetje het ergste van allemaal. Ik kan hier geen duif wegdoen zonder dat ze het ziet. Dat mag niet. Het wordt een keer slechte duif weggedaan, maar dat gaat niet. En dat is een beetje, ja, alleen mijn nou redelijk veel woorden had daardoor. Maar ja, kijk, ja. Als ik zeg, ja, maar ja, ik heb er wel, als ik ga zeggen, ze doet zich wel goed door deel van het werk. Maar ik heb een beetje een slechte knie gekregen en ik kan er zo niet mee poetsen. En mijn vrouw doet die rollen morgen, ja, 2 uur zeker. Het een dat we rond zijn, dat is zeker 2 uur kuisen. Oh, dat ze nodig hebben, ik kan het zo zeggen. En nu de kleinzoon, ja, maar dat is meer zo met telefoon en allemaal. En ook, ja, je neemt precies zoveel tijd niet voor te komen. Maar en ook je voetbal nog. Je gaat graag naar Club Brugge gaan kijken. Oh, je hebt nog die passie, maar dat is niet like ik en mijn zoon. Eigenlijk kom ik hier veel naar hier omdat mama moest werken en dan ben ik heel snel meegaan op de koten toen ik nog maar kon lopen. En zo is dat begonnen en ik ben eigenlijk nooit meer gestopt met van naar hier te komen en ben ook wel gebeten door die microben. Ik doe eigenlijk samen meest met mijn opa de vin. Ik help daar wat hij nodig vindt, klaarzetten voor de wedstrijden, inkorven. En ja, kuisen ook nog en eten geven en dat is het. En overal een beetje eigenlijk de helpende zatra, overal waar nodig helpen. Zodat ze klaar zijn voor te kunnen vallen. Als ze 10 uur gevlogen hebben en ze komen nog als van mijn poer af, dan wil ik wel eens kunnen. Dat is hier het vinnenkotje, waar we normaal met de vinnenken spelen. En dat is ingericht dat er op beide kanten een de vin zit en in de min de doffer. Hey? Dus ze worden een beetje op jaloezie gespeten, de vinnenkens. En dat ook samen met mijn kleinzoon. Het gebeurt dat ze opdragen. Hey? En hem zit dan te wachten tot ze thuis komen. En dat kan toegedaan worden. Ziet? Dat wordt zo. Dat kan toegedaan worden. Dat, ja. Allee. Het lukt wel goed, maar ziet, en dan hier zit dan de duiver en hier al bij de kant de vinneke. Dus de kleinzoon zit daar te wachten erop tot ze thuis komen en je kan ze dan een keer samen of apart een keer erbij laten. En zo doen we dan een beetje samen met de vin spelen. Ik vond het een goed systeem, like dat nu is. Op jaloezie komen de meeste naar huis. Dan kan ik hier meer dan thuis, hè, eigenlijk. Ja. Dus ja. Moet die droefwek Johan van het hockey, juffrouw. Ja, nu dat hockey je goed, hij komt hier daar. Ik zie hem. Heen. In 2018 won Mister Uniek de tweede nationaal op Rieven. En 14 dagen later nam hij revanche en won hij de eerste nationaal in Mogen. Voor Armando van Joël Verkoot, de bekende duif. En ja, voor ons was dat een hele kippenvel moment. Om deze duif eigenlijk te hebben. En die zit nu nog altijd op ons kweekhok. En is ondertussen een hele goede vererver gekomen. En verleden jaar wonnen we de eerste nationale op La Souterraine met een devin. Hij was ook de snelste van meer dan 11.000 duiven.
Ook in dezelfde omstandigheden, noordoosterwind, warm, kopwind. Dus ja, het weerstype dat we nodig hebben om vroeg duim te hebben. Ik kan gewoon wel in mijn mee in die veranderingen. Vroeger, maar dat was de beste veranderingen die eruit komen. Hè. Vroeger aan de duif om ze in te kordigen, een katjoe aan. Een katjoetje aan de poot. En als die duif landde, moesten die katjoe aftrekken en in een potje steken. Een potje, dus dat potje was open en moesten die katjoe in dat die potje steken en het ander toe doen. Dat potje toe doen, hier die kosten, dat potje in de koestateur steken en dan draaien. En wel, die moesten zien hoe dit is, dat kijk, gedraaide aan die koestateur en dat potje zat er nog niet heel in. Oh, maar dat is, oh, ik heb dat enorm veel. Allee, dat was het ergste, dat potje toe kreeg. Oh, die duif viel gewoon nerveus, he. En ze blijft dan deze een beetje zitten. Dat kwam dan binnen. Je pakte die duif, je trok die katjoe aan, dan moest je dat potje boven dat potje toe te krijgen. Dat was in orde. Zien toekomen. Dat heeft een kick, dat heeft een voldoening. Dat is ongelooflijk. Zien, allez, je weet dat moment, en die duif komt er toe. Dat vliegt, dat is dat niet mogelijk. Om me weer, ik en mijn vrouw een keer een beetje duim te varen. Om te zeggen, oei, je mag nooit meer vinden. Die duim komt, moet hij 10 avonden vliegen. Allee, het is niet mogelijk. En dat komt toe ongelooflijk. Eenmaal je van de microben gebeten bent, is dat toch moeilijk, denk ik, om daar ineens mee te stoppen. Dat zou in mijn geval dat zo zijn. Dus ja, ik hoop dat we nog lang van de duivensport kunnen genieten.